Goedemorgen, dames. Nou, we zijn er weer een keertje vanuit de studio. Ik moet zeggen, het is nog een beetje een rommeltje hier, want er liggen nog allerlei spullen die nog terug de winkel in moeten. Ik was net aan het proberen om een laptop aan de praat te krijgen met de wifi, maar dat gaat ook nog niet, want die wifi versterkingspunten moeten hier nog even opnieuw aangesloten worden na de verbouwing. Maar ik kan jullie via mijn telefoon half en half een beetje meelezen. Nou, we gaan lekker natuurlijk een kaartje maken. Zondagochtend 11 uur vaste prik, die houden we er natuurlijk gewoon in. En daar zijn jullie nu aan gewend. Ik ga vandaag natuurlijk met een nieuwe Kraftlab aan de slag. Ik ben ook in de winkel, dus ik heb echt superveel moois. Ook van Myrthe en onder andere van Linda Fasson en van Gelinde. Die allemaal al kaartjes gemaakt hebben met de nieuwe Kraftlab. Nou, die nieuwe release ligt natuurlijk sinds afgelopen vrijdag bij ons in de winkel. Vandaag hebben we dus officieel het festijntje Going Places. Ik denk dat iedereen zijn goodiebag al wel ontvangen heeft. Want we hebben donderdag hebben we alle pre-orders Kraftlab de deur uit gedaan. Dus ik denk als DHL een beetje meegewerkt heeft, dat het bij de meesten wel binnen moet zijn. Ik heb nog een leuke prijs die ik ga verloten in deze tikkie. En dat is deze oude mal van Kraftlab. Dat was een beetje een A6 nesting die. Die was toen echt binnen no time was die uitverkocht. Ik was thuis een beetje op aan het ruimen en toen vond ik deze nog. Dus ik denk, nou, die mag ik toch niet meer gebruiken. Dus onder alle mensen die bestellen in deze tikkie live vandaag, gaan we natuurlijk deze leuke mal verloten. En ik heb straks nog een andere leuke prijs. Iets wat Lia gemaakt heeft. Maar dat staat in de winkel, dus dat ga ik jullie straks even laten zien. Nou, je mag natuurlijk in deze tikkie ook meteen weer bestellen. Ik vraag jullie ook of je hem even weer wilt delen op je eigen tijdlijn. Voor de mensen die het lastig vinden om ons te vinden. Ik heb hem al wel weer even als vastgezet bericht ook bovenaan in de groep gezet. Nou, wie staat er vandaag in de hoofdrol? Dat kunnen jullie vast wel raden. Dat is onze nieuwe vriend Lucas. En dat is ons nieuwe friend diertje die uitgekomen is. We hebben geluk, want volgende maand komt er weer een nieuwe, dames. Dan komt ons koetje, hoe gaat ze nou heten? Betty gaat ze heten. Dus volgende maand weer een nieuw Friends diertje. En dat komt omdat we nu een aantal maanden overgeslagen hadden met nieuwe diertjes. Maar deze die is dus nu uit, ligt nu in de winkel. Hij heet Lucas en hij kost €12,99 als je hem wilt bestellen. Dus dan zet het maar gewoon even in de reacties. Sowieso, als je iets wilt bestellen, benoem het eventjes goed, hè, dames. Want anders weten we niet wat je bedoelt. En dan is de kans groot dat het verkeerde in je mandje komt. Wat ga ik verder vandaag gebruiken? We hebben een hele leuke nieuwe spotlight. Het is echt grappig, maar de spotlightartikelen zijn bij ons niet aan te slepen. Ik heb toevallig vanochtend weer nieuwe spotlightartikelen voor jullie ingekocht. Dat zal ik aankomende week weer laten zien. Als ze binnen zijn. Maar deze, ja, die vond ik zo lekker basic. En ik dacht, dat kan natuurlijk altijd. Hij is al heel veel verkocht. Dit is onze spotlight van het hekje met het grasrandje. En zie je hoe een leuk grasrandje dat dit is. Heel subtiel. Ik heb hem hier ook al even gestanst. Spotlightartikelen, jullie weten het denk ik inmiddels al, hè. Het is altijd een tijdelijk artikel wat we opkopen bij een groothandel. Altijd met 50% korting. Dus deze is ook van €9,99 voor €4,99. En als ze op zijn, zijn ze op. Dan kunnen we ze ook niet meer bijbestellen. Dus ik heb ze nu nog. Ik ga er vandaag ook mee werken met deze Spotlight Mal. In combinatie natuurlijk met de nieuwe Kraftlab. Dus ik heb het hekje even uit Kraft gestanst. Oh, en ik zag, kijk, dat hekje. Dat is ook schattig, want er zit ook nog een beetje een golf in. Zie je het? Nou, wat gaan we als basis gebruiken? Ik neem deze keer even een vierkant kaartje. Ik heb met Lucas zelf al heel veel slimlijnkaarten gemaakt. Ik dacht met zijn lange nek is dat wel leuk, maar het kan natuurlijk ook prima op een slimlijn. Dus ik neem weer even onze basis Shaker Square stans met dat mooie randje. En deze herkennen jullie vast ook wel, hè, dames. We hebben 3 nieuwe paperpads. Myrthe zei het gisteren al toen ze hier was. En ik heb eigenlijk hetzelfde. Mijn blokje Blue Skies is er ook al bijna helemaal doorheen gedraaid. Ik heb een nieuwe paperpad mogen maken. Met allemaal printjes met wolkjes. Als je dat lastig vindt om zelf met inkt wolkjes te maken. Dit is kant en klaar. Het blokje Blue Skies die kost €7,99. Kijk, en dan heb je dit soort prints in verschillende kleurtjes. En dit is het andere printje met allemaal van die all over.
Jantje, volgens mij had je die spotlight al besteld. Dus als jullie wel even goed zelf willen noteren, dames, wat je allemaal al besteld hebt. Ja, Ingrid, de spotlight van het huisje is er nog. Dus als je die in je mandje wilt, graag even laten weten. Ik heb er niet veel meer van dat huisje. Kijk, en hier aan de achterkant heb je dan dat andere printje, hè? In verschillende kleurtjes weer. Ja, de pre-order Kraftlab februari mag je natuurlijk ook al doorgeven, Anita. Dat is dus heel die serie met Koe Betty. Er komt een huisje bij en er komen nieuwe boompjes bij en een hoge grasrand van alles. Dus die staan ook alweer in onze webshop. Maar mag je ook gewoon in de tikkie bestellen. Dus wel echt even het verzoek, dames. Schrijf zelf echt even goed mee wat je besteld hebt, hè. Want wij kunnen er allemaal niet bij houden. Wij gooien het er gewoon in. Wij gaan ook niet kijken of iets er al in zat. Dat is voor ons niet te doen, want er staan nu alweer heel veel mandjes klaar. We gaan de mandjes afwerken woensdag 24 januari. En dat is natuurlijk een paar dagen voor ons Friends Festival, onze grote open dagen. Die zijn op vrijdag 26 en op zaterdag 27 januari. Je mag natuurlijk ook een mandje maken en erbij vermelden dat je het met het Friends Festival ophaalt. Maar ook dat eventjes goed vermelden in de opmerkingen. Dan noteren wij dat op je tikkiemandje en dan staat het klaar in het afhaalrek als je naar de open dagen komt. Ja, Monique, je kunt ook de goodiebag going places bestellen. Natuurlijk gaan we regelen. Nou, dit peperpetje die is dus €7,99. Als je een girafje wilt maken in traditionele kleurtjes, heb ik daar dit kleine peperpet bij gemaakt. Die heet Stand Tall in allemaal giraffenkleurtjes. En dat kleine blokje dat kost €4,50. En ik heb bij het blokje Blue Skies heb ik ook een effen blok mogen maken. Dat is een groot blok geworden. We gaan voor blokken op formaat 15 bij 30 centimeter. Want dan kun je ook Dutch Doe Badoe mallen en slimlijnkaarten kun je eruit halen. De effen blokken zijn dus van dikker papier. Hè? Die zijn 250 gram. Dus dan heb je echt een beetje dikke kwaliteit cardstock. En die kleurtjes passen dan weer bij het wolkjespapier. En het effen blok pastel, die kost €8,99. Dus dat zijn de drie nieuwe blokken van Kraftlab. Ik heb bijvoorbeeld dit grasrandje hier. Dat hele zoete groen. Heb ik ook alweer uit dat effen blok pastel heb ik dat gestanst. Nou, we gaan het basiskaartje even in elkaar zetten. Ik heb hier dus een wolkjespatroon al genomen. Token, het smalle blokje voor girafjes te maken. Die heet Stand Tall. En die kost €4,50 als je die wilt bestellen. Je vindt ook natuurlijk alles in onze webshop. Als je naar noorenzo.com gaat, dan zie je bekijk alle merken. En als je dan op het merk Creative Kraftlab zoekt, dan vind je ook alle nieuwe artikelen. Ja, stond er al op beter dat je met de open dagen kwam. Heel veel mensen zijn al een mandje aan het maken voor de open dagen. Wordt weer heel gezellig, hè? We hebben dan 2 dagen weer 8 demonstraties in de winkel. Van alle grote merken eigenlijk. Ik heb een propje in mijn lijm. Ik heb mijn lijm hier te lang niet gebruikt. Judith, dat hekje met dat gras, dat is ons nieuwe spotlight artikel van deze week. Een spotlight artikel wil zeggen dat we die altijd met 50% korting aanbieden. Deze is nu afgeprijsd van €9,99 voor €4,99, zolang de voorraad strekt. Dus als je die wilt bestellen, dan geef je aan dat je het spotlight artikel van het hekje en het grasje wilt bestellen. Zo, even die prop eruit. Ik heb te lang niet gelijmd in de winkel, dames, met die verbouwing. Zo, vanaf aankomende week zijn we gewoon natuurlijk weer normaal open, hè, van woensdag tot en met zaterdag. Van 10 tot 4 altijd. Woensdag heeft Lia ook alweer de eerste koffie- en kaartworkshop. Maar die zit al vol. Volgens mij zitten de komende koffie en kaart allemaal vol. We hebben heel veel leuke workshops ook weer op de agenda staan. Maar ik moet zeggen, het gaat hard. Donderdag komt Ineke weer een workshop geven. Een kaartenmaakworkshop. Volgens mij was er ook nog maar 1 plekje voor vrij. Dus als je iets wilt komen doen in de winkel van een workshop, dan kijk je even op noorenzo.com. En dan klik je even op workshops op locatie. En dan zie je wat we allemaal op de agenda hebben staan. Kijk, zo leuk. De grasje met dat hekje. Maar zie je, het hekje is een beetje gegolfd aan de onderkant. Dus dat is wel leuk. Nou, voor iedereen die later aangehaakt is, de 24e gaan we de mandjes verwerken. Dus je hebt
echt 2 weken nog de tijd om lekker je mandje te vullen. Aanstaande dinsdag, dan is ook Annette weer bij ons. Dat wordt ook leuk. Die komt weer naar de winkel voor een online demo. Want dinsdag zijn we natuurlijk niet open. Maar die demo die doen we dus ook live. En dan heeft ze heel veel leuke mixed media technieken heeft ze weer. Dus kijk ook dinsdag lekker mee, zou ik zeggen. Dat is dinsdag om 11:30. Zo, mijn grasje komt er alvast even voor. Kijk, zie hoe subtiel dat grasje is. Ik moet wel even mijn lijm van Dutch even vasthouden. Dus 50% korting, zolang we hem hebben. Hekje met gras van 9,99 voor 4,99. Kijk, leuk met die wolkjes op de achtergrond, hè. Wat gaan we er verder bij gebruiken? Ik ga deze nieuwe set gebruiken. Maar dan wel net weer een beetje anders als anders. Ik heb een nieuw artikel mogen maken voor Craftlab. En dat is deze keer een mask stencil met bijpassende stempels. Dus ik zal daar straks ook nog een hoop leuke kaartjes van in de winkel laten zien. Het idee is, ik heb dus een mask met een tekst gemaakt. Studio Light had ook al zoiets, maar die hebben alleen Engelse teksten en ik heb voor Nederlands gekozen. Dus je hebt het woordje hoera. En dan kun je vervolgens met die patroontjes die daaronder staan, kun je een patroon met inkt in je tekst maken. Dat is superleuk. Dat ga ik jullie nu ook laten zien. Deze nieuwe set hoera, dus het mask met de stempels, die kost €7,99. Dat is ook een nieuwe. Leuk voor babykaartjes. Het is een jongen, het is een meisje. Je bent geslaagd, een nieuw huis. Oh, dat is ook leuk om met die huisjesmal van Marianne trouwens te doen. Weer een jaartje ouder, hyper de piep. Vandaag is het jouw feestje en feest. Kijk, en dan kun je die stempelteksten dus combineren met dat mask. Dus dat is eigenlijk het idee. Dat kun je natuurlijk op wit papier doen met inkt. Maar ik wil jullie laten zien dat je dat dus ook gewoon op een designpapiertje kunt doen. Dus ik ga het mask even nemen. Dan is het wel belangrijk dat je hem even vastzet met mallettape, vind ik zelf. Want dan gaat hij sowieso niet verschuiven. En ik heb daar natuurlijk die mallettape van Studio Light heb ik daarvoor. Ik ga er even een stukje afhalen. En wat ik dan altijd doe, is dat ik hem heel even op mijn trui eerst even plak. Hij is al niet mega klevend zoals normale tape. Maar je wilt hem natuurlijk daarna nog wel gewoon van je papier af kunnen halen. Even een beginnetje maken. Oh, ik heb het al vaker gezegd, hè? Volgens mij moet ik een bril. De jaren gaan tellen, dames. Ja, volgens mij heb ik hem. Kijk, dan doe ik een stukje mallettape. En wat ik dan meestal altijd doe, is dat ik hem even zo op mijn trui plak. Dan gaan er een beetje wat vezeltjes van die trui aan zitten. En dan plakt hij niet meer zo super erg. En waarom we dat ook doen, kijk, dat ik hem wel recht plak. Dat is omdat je dan niet buiten de lijntjes gaat met je inkt. Kijk, want je ziet die haar zit best wel op het randje. Dat hebben we natuurlijk ja, ook bewust gedaan. Anders moeten we dat stencil weer veel groter maken. Dat heeft verder geen functie. Dus als je dat even zo afplakt met mallettape, dan ga je niet buiten de lijntjes. Dus dat doe ik hier aan deze kant ook nog even. Dus ik doe hem weer even op mijn trui. En dan plakken we hem hier heel even af. Nou, het is dus de bedoeling dat je met dit mask met 2 kleurtjes inkt gaat werken. Want je wilt dat patroontje er ook in maken. Dus je neemt 2 kleuren. Dan begin je altijd met de lichtste. Dus we gaan met de lichtste kleur gaan we het woordje hoera erop maken. Ik heb zomaar even Memento inkten genomen. Het kan ook andere inkt zijn, hè, van IJsink of van Studio Light. Net wat je zelf wilt. Ik neem vandaag Rosebud en Sweet Plum. Even kijken of ik wat blendingborsteltjes erbij heb. Nou, ik stel het gewoon nog even uit, dames, met die bril. Als jullie dat niet erg vinden. Zo, even een paar borsteltjes erbij. Dan doen we even een slokje thee. Borsteltjes. Ik neem maar even kleine borsteltjes voor het gemak. En dan begin ik dus met die kleur Rosebud. Dat is een beetje een fuchsia roze. Daar ga ik dus even het hele patroontje van het woordje hoera mee maken.
En dan moet je dus wel met een beetje beleid doen. Hè? Deze is trouwens al best wel donker. Dus ik hoop dat die Sweet Plum, dat we die dadelijk nog eroverheen zien. Maar ik denk het wel. Want dat is ook best een donkere kleur. Dus zo vul je eigenlijk het eerste stencil. Dus dat is de open tekst zo gezegd, hè. Dat is dus stap 1. Dan nemen we ook maar een doekje erbij dat we meteen even poetsen. Ja, die spotlight van het hekje is leuk, hè, dames. Die doet het hier heel goed bij. En dan weer dat wolkjespatroontje erachter. Even kijken. Dus deze gaan we voorzichtiger afhalen. Als het goed is, heb ik niet buiten de lijntjes gewerkt. Kijk, dit is dus stap 1. Dan heb je dus het woordje hoera heb je op je kaart gemaakt. Dan gaan we zo meteen gaan we naar stap 2. Welk printje kies ik? Ik denk dat ik het printje met de dots kies, want die vind ik wel leuk. Dus dan ga je, kijk, je hebt hier een patroon met streepjes, wat grotere cirkeltjes en die kleine dots. Nou, ik wil daaronder die kleine dots. Dus dan ga je dat malletje hier weer precies overheen leggen, zodat je patroon precies over je woordje hoera komt, hè, die we net al in de inkt gezet hadden. En dan doe je weer hetzelfde, dan ga je hem even vastzetten met je mallentapeje. En dan gaan we dadelijk met een donkerdere kleur inkt, gaan we dus part 2 even erop maken. Zo, even een beetje naar boven, anders kunnen jullie het misschien niet zien. De nieuwe ballon, die heet gewoon luchtballon, Jantje, als je die wilt bestellen. Nou, en dan nemen we dus even die donkerdere kleur. Ja, dat ga je wel zien. Die is echt een stukje donkerder als dat fuchsia roze wat ik gebruikt had. Zo. Maar doe dit wel een beetje met beleid, hè, dames. Het makkelijkste is gewoon dat je een klein blendingborsteltje gebruikt. Dan kun je mooi gedoseerd. Ze hebben trouwens nog kleinere van Studio Light. Die zijn misschien nog handiger om te gebruiken. Zo, dus binnen de lijntjes kleuren. Nou, gaan we eraf halen. Oh, kijk eens hoe leuk, dames. Zo heb je dan je patroontje op je woordje hoera gemaakt. In twee verschillende kleuren inkt. Daar kun je natuurlijk allerlei kleurtjes voor gebruiken die je zelf wilt. Ik heb gebruikt Rosebud en Sweet Plum. Van Memento. Ik zag trouwens dat er iemand ook vroeg, hoe kan ik een tiki mandje aanmaken? Joyce is het al aan het uitleggen, zie ik. Je kunt gewoon in de Tiki Live, dames, kun je gewoon zeggen wat je wilt hebben. Dat doe je door het merk en het product te benoemen. En dan maken we automatisch een mandje voor je. 24 januari, dan beginnen we met die mandjes afwerken. Maken we een kassabon en dan krijg je via Facebook Messenger, krijg je van ons je kassabon en een tikkie om te betalen. Dus easy peasy. En het voordeel is, je kunt dus iedere dag naar de livestreams kijken, want wij krijgen dus echt iedere dag nieuwe spullen binnen. En dan kun je iedere dag, als je wat leuks ziet en je denkt, oh, ik wil er nog toevoegen, dan voeg je toe. Nou, dit is dus die leuke set. Het mask met de stempels hoera. Ik ga eigenwijs doen vandaag, want ik ga niet deze stempels erbij gebruiken. Ik ga een andere stempel erbij gebruiken. Deze leuke set mask en stempel hoera, die kost €7,99 als je die wilt bestellen. En ik ga deze erbij gebruiken. We hebben heel veel leuke stempeltjes van Cardeco. Mooie kleine tekststempeltjes zijn dat allemaal. Het toffe is ook dat ze superleuk geprijsd zijn altijd. Ik heb vandaag deze genomen. Zwanger met zo'n veiligheidsspeld. Deze stempel is €2,99. En die ga ik bij mijn woordje hoera gebruiken. Nou, en drie keer raden. Dan gaan we natuurlijk dadelijk nog een Lucas erbij maken. Hè? Want het wordt dus een babykaartje. Het woordje zwanger.
Ik wil die dadelijk stempelen zonder die veiligheidsspeld natuurlijk. Dat vind ik er dan weer even niet bij passen. Ik neem even mijn stempelhulp van... Studio Light erbij. Kijk, het is wel één stempel dat zwanger en die veiligheidsspeld. Maar dan gaan we gewoon die veiligheidsspeld niet in de inkt zetten. Kijk, en dan vind ik het wel leuk om hem hier zo een beetje half over die tekst hoera te laten vallen. Vooral die Z mag er wel een beetje overheen komen. Zo, dus die gaat dicht. Dan nemen we even wat zwarte inkt. Daar neem ik Versafine voor. Ja, Janneke, nogmaals, probeer zelf goed mee te schrijven wat je bestelt. Hè? Want dat is voor ons echt niet bij te houden wie wat allemaal al besteld heeft. Dus maak voor jezelf goed een lijstje, dames. Dan kun je bijvoorbeeld ook voor jezelf bijhouden of je al aan het Franco-bedrag zit. Want we leveren Franco vanaf €75. Dan kun je dat zelf een beetje bijhouden. Kijk, ik zet hem gewoon in de inkt, maar niet de kopspeld. Nou, ik ga een tekst stempelen. Dus dan neem ik altijd de stamping tool van Nelly Snelle erbij. Dat is een tool met een beetje zo'n harde foam erop. En, want normaal als je dus een tekstafdruk wilt maken en je gaat hier met je vingers op drukken, krijg je natuurlijk nooit gelijkmatig druk. Want alleen waar je je vingers zet, krijg je meer druk en dan krijg je nooit een mooie gelijkmatige tekst. Daar is deze dus voor uitgevonden. De stamping tool van Nelly is €4,99. En de bedoeling is dat je daar dus met een ronddraaiende beweging mee over je gestempelde tekst gaat. Oh, kijk hoe leuk die combi. Ik gebruik natuurlijk ook de stempelhulp van Studio Light. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Kijk, dus zo zie je dat je het woordje hoera dus ook kunt combineren met allerlei andere tekststempels. Hè? Net wat je zelf leuk vindt. De stempelhulp van Studio Light, die ik hier in mijn hand heb, dames. Die is €25,99 als je die wilt bestellen. Even de inkt opzij. Kijk, leuk is die al, hè? Dus het stempeltje zwanger, die is €2,99. Die is van Card Deco. Maar we hebben heel veel mooie korte teksten van Card Deco. Kan ik straks ook nog even langslopen als jullie dat willen. We hadden toen ook met oudjaar en zo hadden we ook hele leuke stempeltjes daar allemaal van. Ik ga hem eerst aankleden met wolkjes. We hebben ook een nieuwe wolkjesstand van Craftlab deze collectie. Was echt hoog nodig, want we hadden gewoon nog geen wolkjes, dames. Dus ik heb een set met standjes met wolkjes gemaakt. Die kost €8,99. Dit is ook een dubbel standje. Dus als je een shaker wilt maken, kun je ook deze twee stansen gebruiken. De stans met de wolkjes is dus €8,99. En de wolkjes, die stansen ook allemaal nog een gezellig stiksteekje. Ik hou er altijd van. Nou, dan gaan we hier en daar nog even wat wolkjes erbij plakken. Onze meiden hadden daar ook allemaal al gedaan. Het is natuurlijk leuk om wat wolkjes te amputeren. Dat je gewoon zo halve wolkjes aan de zijkant van je kaartje krijgt. Dus dat gaan we ook even doen. Mijn lijm is echt te lang niet gebruikt. Die moet echt weer even inkomen. Zo, prikken we hem even door. Ja, daar komt hij. Kijk, in één keer zo'n vette klollenlijm. Dat wil ik helemaal niet. Zo, dus hier maken we een half wolkje. En ik dacht, dan ga ik hier aan de bovenkant, kijk, nog zo'n halfje doen. Dus die knippen we aan de bovenkant, knippen we die een beetje af. Kijk of die zo past. Dat die niet door mijn tekst hoera komt. Namelijk een klein beetje korter. Nee, de shakers van de wolkjes zijn nog niet leverbaar, Beta. Die zijn er niet. Helaas. Dus die wolkjes die ik gebruik, dat is ook een nieuwe malle set van Craftlab. Wolkjes heb je echt altijd nodig, vind ik zelf. En die kost €8,99. Nou, hier aan de zijkant kan er nog één. Hoppakee.
Zo, die komt hier. En dan gaan we natuurlijk zo meteen nog even een Lucasje erbij maken. Kijk, dus dit is de basis al voor mijn kaartje. Leuk hè, met dat mask. Lucas, die gaan we natuurlijk niet in traditionele kleurtjes doen. Maar we maken een Lucas in pink natuurlijk. Ik moet nog wel wat onderdeeltjes stansen, maar dat ga ik nu zo nog wel eventjes doen. De effe kleuren in pink, die zitten dan natuurlijk ook weer in dat effe blok wat we uit gaan brengen. Hè? En dat is deze. Het blokje pastel. Kijk, daar heb ik die twee kleuren ras heb ik daaruit gebruikt. Blok pastel, het effe blok is 8,99. Lekker dik papier. Ik zei het al, 250 grams. Ik moet nu natuurlijk alleen nog wel even zijn vlekjes even stansen. Zijn armpjes moeten andersom. Ik moet even kijken dat ik het goed doe. En ik had natuurlijk in dat blok had ik geen fuchsia ras van cardstock. Dus ik heb altijd dit blok bij de hand liggen, dames. Die ligt altijd bij mij op de zaak. Dit is een blok van Paper Mania. Dat is papier op 30,5, 30,5. Er zitten 75 kleurtjes in voor 29,99. En dan heb je dus altijd, ik ging dus even zoeken, heb je altijd wel het juiste kleurtje wat je zoekt. Dus je krijgt wat je hieronder ziet, 75 verschillende kleuren cardstock. Nou, ik denk, ik heb even een stukje fuchsia ras nodig. Dus dat knippen we hier eventjes uit en dan ga ik daar even de vlekjes mee maken. Dus als je wat tussenkleurtjes wilt, dan is dat een hele handige set. Vroeger verkochten wij natuurlijk al die losse vellen Florence. Ja, dat vond ik al te gedoe en er was ook, nam heel veel ruimte in de winkel. Ik denk als je gewoon één keer zo'n pak koopt, dames, dan heb je altijd het juiste kleurtje wat je nodig hebt. Nou, stansen we even die vlekjes. Even kijken of ik al mijn tools hier nog bij de hand heb. Ik zoek eigenlijk de wakstoel van Studio Light, maar... Oh, hier is die, ja. Dit is die waxpen. Dan gaan we die kleine vlekjes zo meteen even mee oppakken. Oh, deze zijn lekker knal. Hetzelfde kleurtje als mijn inkt van, van het woordje hoera. Dus dat past weer precies. Die waxpen van Studio Light, die heeft aan één kant een prikpen. Dat is ook altijd fijn, zie je, want dan kun je die deeltjes eruit drukken. De waxpen is €7,99. En dan gaan we wat kleine stipjes aanbrengen. Dat worden de vlekjes van de giraf. En hier ook bij zijn koppie. Kijk, maar dit kun je natuurlijk bijna nooit met een pincet oppakken. Dus dat doe je met die waxpen. En daarmee kun je het dan ook meteen positioneren. Wat ik zelf vaak doe als het nog niet helemaal naar mijn zin zit. Dan ga ik met die prikpen, duw ik hem een beetje op zijn plaats. Ook hier nog wat vlekjes. Moeten we daar ook nog even de oogjes trouwens stansen. Kijk, je hebt ook een paar van die vlekjes. Dan zie je, dat zijn echt zijstukjes. Hè? Die zijn aan één kant een beetje recht afgemaakt. Dus kijk even hoe je die vlekjes kunt gebruiken. Er zitten ook wat kleinere vlekjes zitten ertussen. Die zijn ook leuk. Kun je daar een beetje mee spelen. Ik heb hier nog één zo. En ik vind vaak als je dus onder het nekje en ook bovenaan het kopje wat vlekjes doet, dan is het genoeg. Hier nog één vlekje erbij maken. Nou, zo kun je natuurlijk Lucasjes maken in allerlei kleurtjes. Ik zag zelfs, Annette had hem al in zacht groene tinten gemaakt. Je kan natuurlijk babyblauw, net wat je zelf leuk vindt. Dus dan gaan we het kopje even op het lijfje zetten. Oh, mijn vlekje vliegt eraf. Kijk, zie hoe snoezig dat die is. Nou, deze twee wat dikkere pootjes bewaren ook altijd goed de verpakkingen, dames. Hier kun je goed spieken hoe iets moet worden. Ik zal eerst trouwens die hoefjes ook nog eventjes stansen.
Kijk, je kunt hem dus staand van de zijkant maken. Je kunt hem ergens overheen laten hangen. Dan gebruik je alleen die twee armpjes. En je kunt hem dus zittend op zijn kontje kun je maken. Ik heb hier nog even een stukje zwart papier. Maken we die hoefjes nog even en zo meteen ook nog even de oogjes. Dat kan trouwens ook meteen uit hetzelfde stukje papier. Ja, dat is toch leuk, hè? Je hoeft niet... Ja, ik heb echt al heel veel Lucassen gemaakt in traditionele kleurtjes. Dus ik dacht, ik ga nu even voor een ander kleurtje. Je hebt dus twee van die bredere pootjes. Dat zijn zijn achterpootjes. En die wat langere, dat zijn zijn armpjes. Dus dat doe ik allemaal even aan de onderkant nu even een beetje lijm. Dan gaan we die soort, ja, ik noem ze maar even hoefjes erop aanbrengen. Kijk, ik denk als je aan het stansen bent en je gaat het op elkaar leggen, dan spreekt het wel voor zich. Maar nogmaals, dames, gooi de verpakking niet weg, want... Zelfs ik moet gewoon met een diertje, als ik het al even niet gebruikt heb, toch nog regelmatig wel eventjes spieken. Dus dat is natuurlijk ook helemaal geen schande. Daar is de verpakking ook voor. Wat we verder ook proberen, is dat we voor ieder nieuw diertje op het Kraftlab YouTube kanaal ook een how-to maken. Dus dat wil zeggen dat we gewoon puur en alleen een filmpje maken met hoe je dus het diertje in elkaar zet. Dus daar heb je ook altijd nog... Een leidraad of een spiekbrief waar je een beetje kunt afkijken. Nou, deze ga ik al even erachter plakken. Die twee achterpootjes zo gezegd. Die plak je gewoon een beetje zo. En dan maken we de twee oogjes. Hij is leuk ook in pink, hè, dames? Even weer heel iets anders. Ik vind het altijd wel leuk om dat oog een heel klein beetje achter die snuit te steken. Dat is altijd wel even een gefriemel. Maar met die waxpen lukt dat uiteindelijk altijd wel. Nou, ik ben ook wel benieuwd of iedereen zijn Kraftlab-post alweer ontvangen heeft. Ik heb al wel heel veel happy mails voorbij zien komen, moet ik zeggen. Ja, blauw is vast en zeker ook heel leuk, dames. Dus ik daag jullie uit, hè. Als je hem hebt, maak hem ook eens in het blauw. Nou, deze armpjes gaan we even aan de voorkant nog tegenaan plakken. Ik zocht mijn witte Signo, maar die ben ik ook al kwijt, zie ik hier. Ik moet hier echt even organiseren, dat ik alles weer even terugvind. Dus de pupilletjes die maken we er later wel in. Oh, kijk nou hoe leuk. En het andere. Nou, en dan doen we een stukje foamtape en dan gaan we onze Lucas even op het kaartje plakken. Ik neem daarvoor ook weer mijn rol van vaas. Die had ik toevallig nog wel bij de hand. Stukjes volgesneden foamtape in 2 mm dik. Hartstikke handig. En zo'n rol van vazen, die is €2,50 als je die wilt bestellen. En dan krijg je dus hartstikke veel van die stukjes. Kijk, dat is super handig. Hoef je niet zelf te knippen. Nou, Manon, ook niet vergeten om je aankopen te posten, hè. Want... Als je je aankopen post hier in onze Facebookgroep, dames, met de hashtag #ikwasbijnoor, dan maak je aan het einde van de maand kans op een cadeaubon. Want Joyce verloot altijd een cadeaubon onder de mensen die in de winkel gekocht hebben en de mensen die online bij ons gekocht hebben. Oh, kijk hoe leuk. Ik moet nog wel, wat ik dus zeg, pupilletjes tekenen, maar ik heb hier even geen witte signopen, dus dat doe ik straks. Dus dan kun je zo een heel leuk babykaartje maken met onze Lucas. Ik ga even de winkel in. Ik denk dat we namelijk in de winkel ook nog
andere kleurtjes van Lucas hebben. Dat ga ik jullie ook even laten zien. Want daar staat heel veel inspiratie. Nou, het woordje zwanger is dus een stempel van Card Deco. Die kost €2,99. Oh, kijk eens. En hier heeft Mirte ook heel veel leuks gemaakt. In verschillende kleurtjes inkt. Hoera en hoera, het is een meisje. Hoera, het is een jongen. En dan zie je die verschillende patroontjes van die set die ik jullie heb laten zien. Hè? Dus de set van het mask stencil met de bijpassende tekststempels, die is €7,99. Hier heeft Mirte onze nieuwe houten stempel van Henry het Nijlpaardje gebruikt. Die is €7,99. Hij is gisteren ook opgegaan bij de demo. Je kan hem nu natuurlijk wel bestellen voor je tikkiemandje. De tweede die nieuw is deze maand, dat is deze. Dat is onze stempel van Buddy. En die is ook €7,99. Gisteren heeft Mirte ook laten zien hoe je ze dus met Kraftlab markers kunt kleuren. Die video staat ook alweer op ons YouTube kanaal. Hè? Dus dan kijk je even op youtube.com/noorenzo. En dan kun je daar het kleuren met de Kraftlab markers kun je terugzien. Deze heeft volgens mij Corrie gemaakt. Hier had Corrie het stempeltje weer met een watercolor product ingekleurd. Dat kan natuurlijk ook. En hier ook weer, hyper de piep hoera, een nieuw huis. Zie je ook hoe leuk het is om die mask set van het woordje hoera met groen en daar zwart overheen te doen. Dus je kan daar echt heel veel mogelijkheden heb je daarmee. Lief is die, hè? Dus de nieuwe houten stempeltjes zijn €7,99. Je hebt dus Henry het Nijlpaardje en je hebt Buddy ons hondje. Kijk, deze heeft Mirte ook gemaakt. You are so awesome. En hier zie je ook weer hetzelfde hekje met het grasje van onze spotlight van deze week. Die ik ook gebruikt heb. Dat is dus deze mal. We hebben hem nog op voorraad. Die is met 50% korting. Van €9,99 voor €4,99. En dat is dus ook weer de houten stempel van Buddy. €7,99 kost die. Dit is ook een hele leuke tekst trouwens. Die is van Heavy Doodle. You are so awesome. Voor de honden of de poezenliefhebbers kan natuurlijk ook bij een poezenkaartje. Deze tekststempel of tekststand van Heavy Doodle die is €17,99. Hele leuke tekst is dat. Nou, we hebben natuurlijk naast onze Lucas, hebben we natuurlijk ook onze luchtballon nieuw. Hè? Die moet ik natuurlijk ook niet vergeten. Daar hebben we ook al hele leuke kaartjes mee gemaakt. Dat is deze nieuwe stans. De stans van de luchtballon in de nieuwe Kraftlab release. Ook een hele leuke. Hoeft natuurlijk niet alleen met Lucas. Kun je ook met alle andere diertjes kun je dat weer combineren. Kijk, deze had Linda van Son bijvoorbeeld ook gemaakt. Met Frankie, ons varkentje. En dit zijn ook weer die losse wolkjes hè, die ik ook gebruik. De wolkjes zijn €8,99. Die luchtballon kun je zelf helemaal in kleurtjes opbouwen. Dus dan kun je ook in verschillende streepjes kun je dat doen. Hier is hij bijvoorbeeld ook nog een keer. In blauwe tintjes is die gemaakt. Met onze Lucas flying by to say hi. Dat is ook deze leuke stempelset. De stempelset Going Places. Ja, die strikjes, dames, die mal is op. Die hadden we in de aanbieding. Maar die hebben we niet meer. Dus of hij is er alleen nog voor de gewone prijs, maar de aanbieding is er niet meer. Deze leuke stempelset is ook nieuw. Die heet Going Places. En die kost €7,99. Dus ook weer in onze nieuwe Kraftlab release. Had ik bijvoorbeeld zelf ook dit kaartje meegemaakt. Het ballonkaartje. Dat is een online workshop voor onze abonnees, hè. De mensen die een abonnement hebben op onze online workshops. Die hebben ook uitleg gekregen hoe dit werkt. En daar heb ik ook met een vliegende Henry ook weer de tekst Flying by to say hi meegemaakt. Met diezelfde stempelset. Hier ook nog een ballonkaartje. Maar hier is ook weer dat papier Blue Skies op gebruikt. Hè. Dus dan zie je hoe handig dat het is. Als je dus geen wolkjes zelf wilt maken. Dan neem je gewoon een papiertje uit dit blok. Hè. Het blok Blue Skies. €7,99, het effenblok pastel, die is dus €8,99. En dan als je traditionele kleurtjes giraffen wilt maken, dan heb je het blokje Stand Tall. En die is €4,50. Nou, vorige week had ik nog dit leuke kaartje gemaakt, een feestende Lucas. Die stand van die muzieknoten, die is natuurlijk helemaal uitverkocht, die hebben we niet meer.
We hebben nog wel die leuke embossing folder die ik op de achtergrond heb gebruikt. En dat is deze. Janneke, die ovaal met strik, die is er niet meer. Dat is deze leuke embossing folder. Die is van Koza. Gefeliciteerd in allerlei verschillende talen. Kijk, hier kun je de patroontjes zien. De embossing folder van Harten, die is afgeprijsd van €6,99 voor €2,99. Dus die is ook met 50% korting. Oh, kijk, en hier ook. Je kan er ook een hele jungle van maken, hè, met onze nieuwe dieren. Hè. Beer Ted, Lucas en dan een aapje erbij. Nou, hier heeft Gerlinde ook weer de luchtballon gebruikt, maar dan ons konijntje Benjamin erin. Dat kan natuurlijk ook. En, oh ja, dit is ook echt een hele leuke mal. Er zijn, hebben de meiden alweer meer kaartjes meegemaakt. Die past eigenlijk ook wel weer prima bij dit nieuwe thema. Want we hebben uit een eerdere collectie van Kraftlab hebben we deze leuke embossing folder. En dat is een embossing folder met een beetje extra's. Want die stanst ook die hartjes uit. Dus de embossing folder met de hartjes, die kost €17,99. En dan kun je dus uit die hartjes, kun je dus allerlei leuks uit laten piepen. Dat is ook een hele leuke. Kijk, dus hier heeft Gerlinde ook gewoon het papier met de wolkjes gebruikt. En dat meteen geëmbost. Losse wolkjes, weer van die halve wolkjes langs de zijkant erbij. En je krijgt gewoon een heel snoezig kaartje. Manon vroeg of we ook het papier met de hondjes nog hebben. Van Kraftlab, die hebben we zeker nog. Tenminste, van de week lag die er nog. Ja, kijk, dat is deze. Dat papier, Manon, dat heet What the Woof. En dat kost €7,99. Hier zie je de printjes. Ik zal even goed in het licht gaan staan. Dat is een blok met 12 vel A4 papier. Dus die hebben we nog, Manon, als je die in je mandje wilt. Nou, dan hebben we hier nog een heel leuk kaartje van Mirte ook. Je kunt dus, wat ik zei van die wolkjes, onze nieuwe wolkjesstans, kun je dus ook een shaker maken. Hè? Dus daarom is het een dubbelstansje. Dus de wolkjesstans is €8,99. En hier heeft ze dus ook weer Lucasje in een ander kleurtje gedaan. Dus speel daar lekker mee, ja, dames. Hij hoeft echt niet altijd in het traditioneel. Hier nog, oh, dit is ook weer met die hartjes, mal. Kijk eens hoe mooi. Hier heeft Mirte ook weer diezelfde hartjes en embossingfolder gebruikt. Maar dan heeft ze verloop gemaakt in verschillende kleuren inkt. Beetje rainbow of unicorn-achtig bijna, hè? Dus dat is deze leuke mal. De embossingfolder met de hartjes. Dus hij stanst hartjes en hij embost hartjes. En daar heeft Linda van Son ook deze leuke kaart meegemaakt. Kijk. Somebody loves you. Met een eerdere stempel van Kraftlab met hele leuke konijntjes. Dus we gaan straks weer richting het voorjaar. Dus die gaan we ook alweer laten zien aan jullie. Dit is de eerste stempel. Die heet Lentekriebels. Daar zitten dus Nederlandse teksten bij en die stempel is €7,99. En we hebben dus ook een bijpassende tekst. Dat is deze, een tekststempel. So excited. You crack me up and got chocolate. You're extra special. Somebody loves you. Is on its way. Hippity hoppity. You are my favorite chick. Deze is ook €7,99 als je die wilt bestellen. Oh, en wat ik jullie dus ook nog wilde laten zien. We gaan in deze Tiki Live ook dit mooie winterse tafereeltje verloten van Lia. Die heeft een hele lange tijd, heeft die staan pronken in de winkel. We kunnen deze alleen natuurlijk niet opsturen. Hè? Dus onder de dames die bestellen en die naar de winkel komen, verloten we dit mooie tafereel. Wat ze gemaakt heeft met een blok van Studio Light. Over blokken van Studio Light gesproken. Ik heb nog een paar restanten die ook weer met 50% korting weg mogen. Dat zijn deze do-it-yourself storage blocks. En in dat blok, we hebben toen heel veel leuke voorbeelden van Karen en Lia ook laten zien, zit eigenlijk alles al voorgestanst en voorgerild in om bijvoorbeeld zo'n kastje voor inkpads te maken. Dus dat is echt superleuk op je bureau. Je kan het natuurlijk in alle kleurtjes designpapier aankleden die je wilt. Je kan het met inkt aankleden, met masks. Ze mogen nu weg voor, met 50% korting. Normaal zijn ze €12,99, nu €6,50.
Dus dit is het eerste blok. Het stansblok voor de doosjes voor je inkpads. En het tweede, dat is een stansblok met een kastje met laadjes. Dus noem het maar even op die manier. Van €12,99 voor €6,50. Zijn de laatste blokken die weg mogen. Daarna gaan we die ook niet meer inkopen. Dus we hebben het blok, het stansblok voor de kastjes met inkpads. Stansblok voor de kastjes met de lades. Allebei met 50% korting. Ik laat nog even gauw een paar van die tekststempeltjes zien van Card Deco. Want die zijn echt leuk. Ik had dus vandaag die van Zwanger gebruikt. Al die Card Deco stempeltjes zijn allemaal maar €2,99. Ik zal even een paar teksten laten zien. Oh, dit kan ook weer leuk bij die tekst. Hoera, hè? Een kleinkind wordt maar snel beter. Voor opa en oma vind ik ook een hele leuke. Houd vol. Sterkte. We hebben beterschap. Deze die loopt ook altijd hard. Handgemaakt door. Dan kun je dus op de achterkant van je kaartje plakken. En dan kun je je naam opschrijven. Dan hebben we nieuw huis. Dikke knuffel. Het is allemaal nog een beetje kerst. Mag natuurlijk wel. Menu. Als je zelf een menukaartje wilt maken. En we hebben hier ook nog veel geluk. En we hebben de stempel Geef Nooit Op. Dus al die stempeltjes van Card Deco zijn €2,99. Die kun je natuurlijk ook allemaal toe laten voegen aan je tikkiemandje. We hebben stempels van Studio Light nieuwe. Daar hebben we donderdag hebben we daar een festijn mee. De tekststempeltjes zijn nu eventjes op. Donderdag gaat Joyce daar ook met Copics weer mee kleuren. Dus het zijn 4 verschillende stempels. Ik weet even niet wat ze kosten. Stamp 587. Het zijn mooie, smalle, beetje slimlijnachtige stempels. Dus als je van kleuren houdt, is dit echt wel een must-have, denk ik. Ik noem de nummers op. Stamp 587. Dan hebben we stamp 585. Gisteren zei iemand anemoon, maar ik heb echt geen idee wat een anemoon is. Dus ik waag me daar ook niet aan. Studio Light stempel 586. Dit is volgens mij een fuchsia. En dat weet ik, want mijn pa die is helemaal weg van fuchsias. Stamp 587 en dit is de laatste stamp 588. Dus dat zijn de nieuwe stempels van Studio Light. Op slimline formaat, hele leuke. Die gaan we dus verloten, die mooie, dat mooie winterse tafereeltje onder de mensen die... Nou, vingerroetskruidjelander, daar heb ik dus echt nog nooit van gehoord. Dus dat had ik ook echt nooit bedacht. Dus benoem alsjeblieft de nummers, dames, als je wilt bestellen. Anders heb ik echt geen idee wat je bedoelt. En ik vrees Joyce ook niet, want die is volgens mij ook niet zo biologisch zo hoog aangelegd. Dus daar hebben we allebei last van. Voorjaarskaartjes, kijk eens hoe leuk deze van Gerlinde is. Ons konijntje Benjamin. Op de schommel van Studio Light. En dat is deze leuke stans uit de Sweet Stories collectie. Die heet Flowery Swing. Dus dat wil zeggen een schommel met bloemetjes. €19,99 kost die. En daar kun je natuurlijk allerlei diertjes kun je erop zetten. Hè? Net wat je zelf leuk vindt. €19,99 voor de stans van de schommel van Studio Light. En dan laat ik nog een beetje Marianne zien. Er is heel veel opgegaan gisteren. Dus we laten het nog wel even staan. Het komt natuurlijk morgen ook allemaal al wel weer binnen. Wat hebben we nog? We hebben nog de tekst Lieve Groetjes. Kijk, dat is een hele leuke. Iedere maand hebben ze eigenlijk wel zo'n nieuwe tekstmal. Anouk heeft daar ook heel veel moois mee gemaakt. En dat staat allemaal nog op onze demotafel. Lieve Groetjes is dus een nieuwe tekststempel. Dan heeft Anouk op deze demotafel veel gewerkt met... De collectibles mal van het olifantje. Is ook leuk om er weer een babykaartje mee te maken. En dan kun je ook weer met die hoera van Kraftlab combineren die ik gebruikt heb. Hè? Kan inderdaad niet overal verstand van hebben, toch Angela? Hè? De collectibles mal van het olifantje, dat is deze. Daar zit ook zo'n leuke bloem bij. Die kost €14,99. En Anouki is gisteren in haar demo... ook even aan de slag gegaan met deze leuke spotlight mal. Want we hebben die mooie grote letters hè, van Studio Light. Myrthe heeft er gisteren wat van gezien, van wat laten zien. Vorige week zijn Whitley en Deze Live meegegaan. Die hadden er ook allebei een heel leuk kaartje mee gemaakt.
De spotlight dus van vorige week zijn deze mooie grote letters van Studio Light. Ze zijn 4,5 centimeter hoog. Ik heb ze alweer bijbesteld vanochtend, want daar had Studio Light nog wel het een en ander van. Dus die kunnen we lekker nog bijbestellen voor degene die hem nog wil. Maar hier ook weer het olifantje. Zie je hoe snoezig? De Alphabet Mallen set, ook met 50% korting, van €49,99 voor €24,99. Dus dan heb je lekker veel voordeel. Hè? Pak je €25 voordeel. Ik vond hem altijd al mooi. We hebben hem ook veel verkocht in het verleden. Maar ik ben blij dat hij nu op de uitverkooplijst stond. Dus er komen er nog wat binnen, dames, als je hem wilt bestellen. Dus €24,99 voor de Alphabet Mall van Studio Light. Nou, verder heeft Marianne deze maand weer een nieuwe stans gebracht van bloemetjes. Eigenlijk twee nieuwe bloemenstansen. Als eerste hebben ze deze mal van de krokussen gemaakt. Mag ik je krokussen horen? Daar is ook wel eens een stempel van geweest. Krokusjes die je zelf dus helemaal op kunt bouwen. En er is een nieuwe stans van een narcis. En dat is deze. En daar had Anouk ook bijvoorbeeld dit kaartje meegemaakt. Er is namelijk deze maand ook een nieuwe tekenmal met de letter L van de hand van Marleen. Een craft stencil wat je dus zelf weer over kunt tekenen voor €3,99. Het woordje L van lente of liefde. Je kan daar natuurlijk van alles mee maken. Net wat je zelf. Kijk, hier heeft ze ook een love kaartje ermee gemaakt. Kan natuurlijk ook. En je kan er zelfs een dubbelkaartje van maken. Zoals Anouk hier gedaan heeft. Dan kan die ook staan. Dit rondje wat je hier ziet. Dat is ook een nieuwe. Die heeft ze ook weer hier trouwens gebruikt. Dat is een nieuwe craftables mal. Met hartjes. Hele snoezige. En in die ronde stans met hartjes passen ook weer de kleine shaker blisters van Marianne in. Die zijn nu op, komen wel weer binnen. Die zijn 10 voor 4,50. Dus die kun je wel bestellen. Dus die ronde shaker blisters passen hier weer precies in. Nou, hier heeft ze ook de bijtjes van Marianne heeft ze erbij gebruikt. Dat zijn deze. Oh, die waren toen die uitkwamen, waren die echt gigapopulair. Die kregen we echt niet aangesleept. Want nee, dit zijn de lieve heersbeestjes trouwens. Er zijn ook bijtjes. Lieve heersbeestjes, die collectibles mal is €14,99. Dat was toen zo'n hit. Maar die hebben we eigenlijk altijd wel op voorraad. Want dat is altijd wel een leuk artikel. Nou, hier heeft ze nog een leuk cadeautasje gemaakt. Ook weer met die ronde stans met de hartjes en het olifantje. En er zijn twee nieuwe tekststempels uitgekomen. Dit is de eerste. Een piepklein berichtje. Allemaal leuke Nederlandse teksten. Die tekststempels van Marianne zijn altijd €8,99. Deze heeft het nummer CS1156. Een opkikkertje, doe maar even rustig aan. Arme pechvogel, naar regen komt zonneschijn. Een piepklein berichtje. Een kus door de brievenbus. Eindelijk een eigen nestje. Hype de piep en samenwonen. Heel veel leuke Nederlandse teksten. Vlinderkusjes, dat is ook een leuke. En de tweede nieuwe stempelset die ze deze maand uitgebracht heeft. Dat is met wat grotere teksten. Dat is ook altijd wel chic. Dat is de CS1157. Dat is deze. Kijk, en die heeft ze ook hierachter bijvoorbeeld op dit kaartje gebruikt. Op dat sterktekaartje. Ja, de takjes en zo, die zijn er ook allemaal niet meer. Dus ik laat van de week nog wel even een keer goed alle nieuwe Marianne-artikelen zien. Als alles weer binnen is. Hier ook weer de krokussen. Want er is een hele mooie nieuwe stans met een frame uitgekomen. Dat is deze. Dus de A6-mal met het frame en de cirkel, dat is het nummer LR0840. En hier passen dan ook weer die kleine ronde shaker blisters in, wat ik jullie al zei. Hè? Die dus ook in die ronde hartjesmal passen. Dat hebben ze op zich wel goed gedaan. Dus dan kun je er ook nog een klein shakertje kun je erin maken. Hoeft natuurlijk niet. Hier heeft Anouk er bijvoorbeeld een opkikkerkaartje van gemaakt. Met de kleine kikkertjes van Marleen, dat kan natuurlijk ook. En ja, die grote tekststempel, dus die CS1157, heb je allemaal mooie grote teksten. Knuffelsterkte, zomaar, proficiat, beterschap, geluk, gefeliciteerd, liefs, hallo en bedankt. De wolkjes blisters, Jean, die zijn er nu niet, die zijn niet leverbaar. Ik heb ook het nieuwe hobbyjournaal weer binnen. Aankomende week komt trouwens ook de nieuwe hobbyzine, dat is nummer 58.
Die moeten nog aankomen, dat is aankomende week. Nieuwe hobbyjournaal, dat is alweer het nummer 226. Voor €2,09, die kun je ook shoppen voor je mandje natuurlijk, dat mag er ook nog bij. Heel veel staat erin met die nieuwe collectie van Yvonne, van Young at Heart. Dus dat is ook een hele leuke serie. De huisjes van Marianne, die oude spotlightmodel, vroegen jullie ook al vanochtend. Ja, die heb ik nog een stuk of 5 dames. Die was ook met 50% korting. Heb ik geen kans meer gezien om daar iets mee te maken. En hij is ook al bijna op. Dus die is van €17,99 voor €8,99. Dat zijn de laatste huisjes. Staat ook al niet meer in de webshop. En dit is natuurlijk die we vanochtend gebruikt hebben. Het hekje met het gras. Als spotlight van €9,99 voor €4,99. Dus die kun je nog wel lekker bestellen. Nou, je ziet, we zijn nog een beetje aan het rommelen in de winkel. We zijn nog niet helemaal klaar. Dus daar gaan we morgen weer lekker mee verder. Dus woensdag zijn we dan natuurlijk weer open. Ik zal zeker morgen weer wel een live doen. Dus als jullie nog verzoekjes hebben of als je iets speciaals wilt zien, dan gooi het er maar even in. En dan gaan we voor nu gaan we even lekker zondag houden. Morgen gaan we de tikkies verwerken. Dus we laten gewoon de tikkie heel de dag openstaan. Als je dus nog iets toe wilt voegen, dan kun je het er de hele dag nog gewoon ingooien. Dan lezen wij dat morgen wel. Dank ik jullie voor nu voor het kijken. Vanmiddag om 1 uur. Dan is ook Judith nog live, hè? Want Judith gaat ook met de nieuwe Kraftlab nog even aan de slag. Dus kijk dan ook nog lekker even met haar mee. Oh, ik vergeet deze helemaal te laten zien. Die moet ik ook echt even live gaan doen. We hebben ook nog deze nieuwe set van Kraftlab, hè? Het maskstencil met dat alfabet. Dat zijn dus tekenmallen voor €12,99. Mooie hoge letters. 9 centimeter hoog. Kijk, en daar heeft Myrthe hier bijvoorbeeld het woordje love meegemaakt. Hier had Linda al een tekst hold on gemaakt. Hold on, blue skies are coming. Dat is ook een mooie tekst. Dus er is genoeg. Ik ga straks lekker mijn kaartje op het gemak afmaken. Ziet er nog een beetje raar uit, omdat Lucas nog geen pupilletjes heeft. Ik dank jullie voor nu voor het kijken. En ik zeg tot vanmiddag 1 uur bij Judith. Tot dan. Doeg.